Piccadilly is de tweede multimediaproductie van het Brussels Jazz Orchestra die het orkest presenteert in de reeks BGO vs. The Big White Screen. Het is een van de laatste Britse stomme langspeelfilms uit 1929 met een duur van 108 minuten. Componist Frank Vaganay schreef voor deze film een nieuwe score, speciaal op maat van het Brussels Jazz Orchestra. Het orkest voert deze score synchroon uit met de film. Regisseur Ewald André Dupont werd in 1891 in Duitsland geboren. In 1929 startte hij de opnames van Piccadilly, toen de meest prestigieuze productie van British International Pictures. Zijn bekendste films zijn Moulin Rouge uit 1928 en Atlantic uit 1929. Anna May Wong werd in 1905 geboren in Los Angeles. Wong was een van de Hollywoodsterren uit het tijdperk van de stomme film. Piccadilly was haar eerste Britse productie. Ondanks dat ze in de credits pas als derde acteur werd vermeld, is het de prestatie van Anna May Wong die Piccadilly onvergetelijk maakt. Piccadilly speelt zich af in de Londense Piccadilly Club, waar het danskoppel Mabel en Vic dé attractie zijn. Victor is smoor verliefd op zijn danspartner, maar zij verwerpt zijn avances. Mabel is immers verliefd op Valentine Wilmot, de eigenaar van Piccadilly. Op een avond wordt de act van Mabel en Vic verstoord door een klant die zijn ontevredenheid toont over een vuil bord. Wilmot gaat in de keuken op onderzoek naar de oorzaak van dit voorval. Alle blikken van het keukenpersoneel zijn gericht op de exotische schoonheid Sosho, een van de afwassers die op een tafel danst. Wilmot ontslaat Sosho en Victor, maar het tanende succes van de club brengt Wilmot ertoe om het talent van Sosho grondig te herevalueren. Piccadilly, un film noir avant la lettre, is een van de grootste Britse stille films, evenwaardig aan het beste werk van Alfred Hitchcock uit diezelfde periode. De film heeft kenmerken die niet geassocieerd werden met Britse films van eind jaren 20. Hij is bombastisch, passioneel en sterk confronterend met het rassenvraagstuk. Daarbovenop is het een van de meest internationale producties van die tijd, met een Duitse regisseur en vormgever en Chinese, Poolse, Amerikaanse en Britse acteurs. Vaganay componeerde meer dan een half jaar fulltime aan de score van Piccadilly. Hij slaagde erin om een afwisselende totaalcompositie te schrijven. Frank speelt in Piccadilly met motieven, klankkleuren, genres en bezettingen. Kleine ensembles zoals een sax-gitaarduo, een gitaar-pianoduo en een saxkwartet worden afgewisseld met het volledige orkest, waardoor de luisteraar het gevoel krijgt dat hij naar een nog complexere bezetting luistert dan dat een big band bezetting dat al is. Compositoris wisselen verschillende functies elkaar af, begeleidend, ondersteunend, versterkend en zelfs leidend. Piccadilly is een multimediale totaalervaring. Een combinatie van een uitstekende film met een aanstekende jazzcore uitgevoerd door een van Europa's beste big bands, het Brussels Jazz Orchestra.